Nou, woensdagavond is er een meerderheid geweest voor de herinrichting van de kop van de Kleiweg. Wat zijn in grote lijnen de plannen? Nou, de grote, we staan hier nu bij de kop van de Kleiweg. Hè. Nou, daar komt een mooie fietsstijger. Waar de fietsen die nu op de kop van de Kleiweg staan, die gaan dan op de fietsstijger. Omdat wij het gebied van de kop van de Kleiweg aantrekkelijker willen maken voor het winkelend publiek. Nu zeggen heel veel mensen, dan kom je aan op de Kleiweg en dan begint de winkelbeleving eigenlijk pas vanaf Bakker Bart. Dus heel veel leegstand. Dus de vastgoedeigenaren zeggen, ja, we krijgen heel moeilijk huurders ervoor omdat ze het een rommeltje vinden. En de fietsen staan voor de deur. Dus wij willen een aantrekkelijke openbare ruimte van de kop van de Kleiweg maken. En wat heel mooi is, is dat ook de ondernemers en vastgoedeigenaren meebetalen aan de herinrichting van de kop van de Kleiweg. Dus dat is bijzonder. Zoals de leegstand bijvoorbeeld. We spraken gisteren met Ronald van Rossum. Die leidde nieuwe ondernemers door de stad en om de locatie te laten zien. Wat zouden vastgoedbeheerders kunnen doen om meer winkels naar Gouda te trekken? Ja, ik denk gewoon sowieso ambassadeur van de stad Gouda zijn. Hè. Dus Elt zegt dat Gouda gewoon een ontzettend leuke, mooie historische binnenstad is. Eigen vastgoedeigenaren moeten mogelijk maken, misschien wel zakken in de huurprijs. Op de Kleiweg hoor ik vaak de klacht van ondernemers dat de huren zo hoog zijn. En we zijn geen Kalverstraat in Amsterdam meer. En ook meer pop-up winkels toestaan. Dat soort dingen, daar zijn we steeds over in gesprek in de werkgroep Binnenstad. Ook met vastgoedeigenaren en de ondernemers. Ja, en met elkaar daar in gesprek over blijven en dat soort dingen mogelijk maken. Want ja, de Kleiweg is echt een zorgenkindje op het moment. Er is inderdaad heel veel leegstand. En terwijl er sprake is van leegstand in de binnenstad, zorgt het SOG samen met de gemeente ervoor dat nieuwe ondernemers de kans krijgen om zich te vestigen in Gouda. En ze te laten zien wat Gouda te bieden heeft. We zijn hier met mensen bezig die met een nieuwe formule, nieuw voor Gouda, een pand aan het zoeken zijn. En we zijn een aantal opties aan het afgaan. De wat bijzondere panden met bijzondere stukjes erin. En ze zijn heel erg enthousiast over de stad. Dus dat zijn we nu aan het doen. En we gaan zo nog wat panden bekijken. Maar ik geloof dat dit meteen al insloeg als een bom. Het is een pand met heel veel, echt een oud binnenstadspand met allerlei hoekjes en gaatjes. En ja, dit is bestrijding van de leegstand in de praktijk. Hè? Mensen uitnodigen, kom naar de stad. We hebben een paar mooie panden, we gaan jullie de stad laten zien. En daar zijn we mee bezig, hier. Want kan het waarschijnlijk door de huur komen dat we bijvoorbeeld start-ups geen kans krijgen? Nou, het is niet alleen huur, het is ook dat Gouda een stad is tussen tafel, laken en servet, zeg ik altijd. Hele grote retailers die gaan weg uit kleinere binnensteden en gaan allemaal in de grote steden zitten. Dus ik denk dat je als Gouda ook heel erg moet kijken naar je eigen couleur lokaal, zeg maar. Hè? Dat veel meer ook lokale ondernemers de kans krijgen om op de Kleiweg zich te vestigen. En daarvoor het gesprek blijven aangaan inderdaad. Ja, dat ook dat soort ondernemers een kans krijgen op de Kleiweg. Wanneer wordt het gerealiseerd? We beginnen in april met de werkzaamheden en hopen we dat in juni de fietsstijger klaar is en daar staat in het water, zeg maar.